Dag beste sportvrienden, daar zijn we weer met een nieuw filmpje Kerstfest voor 2011 in Alblasserdam. Hartstikke stervenskoud. En als het goed is, dan moet ik ergens Ronald de Witte gaan ontmoeten, die ongetwijfeld een vraag heeft. Ha, Ronald, gevonden. Hoi. Hoi. Vang je nog wat? Nee, het is nee, helemaal toch niks. Niet, nee, toch nee, niet. Nee, 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 nee. Maar het is zo koud. Je bent echt koud, hè? Ja. Ja, daar is toch wel wat tegen, hè? Ja, niet? Natuurlijk is dat. Dat is toch voor je ook je vraag. Want dit is natuurlijk helemaal niks. Een spijkerbroekje in een jackie. Zullen we eens gauw naar huis gaan en je echt gaan aankleden voor de winter? Is goed, maar nog één keertje nog gooien. Nog één keer gooien. En al die vissen zichzelf. Het laatste pluimpje, laatste piertje, laatste plugje. Moet kunnen. Nou Ronald, alvorens je te kunnen aankleden, zou je toch uit de kleren moeten, want dit is het vandaag niet. Dus ik zou zeggen, tot op je onderbroek en toon je goddelijke lijf maar aan Sportvissen Nederland. Ronald, we gaan je eerst laagje voor laagje gaan we je inpakken. We beginnen met het thermo-ondergoed. Dit is de sleeveskin van Sundridge, bestaat uit een thermobroek. Ja, het is een soort vlies, het is in ieder geval super warm. Een shirtje en daar overheen komt er nog als het ware een soort dik vest. Dus laten we daarmee beginnen. Jongens, je kan nog zulke goede truie broeken en wat ook aan hebben. Als die voeten koud zijn, dan wordt de rest van het lichaam ook ijs en ijskoud. Dus het is belangrijk dat je begint met een paar goede thermosokken. Vochtabsorberende sokken als eerste laagje om je voeten. Ronald, doe die alvast aan. Dan heb je natuurlijk van die ijsberen die het nooit koud hebben. Maar doorsnee Nederlander, die wil toch graag nog een paar sokken. Dus hij heeft eerst zijn thermosokken en daarna gaan er nog een paar van die hele dikke, die lekker goed stevig in de laarzen zit. Je hebt ze ook van neopreen. Nadeel van neopreen is dat wanneer je stil zit, dat het toch wel wat koud wordt. Dus ik zou lekker kiezen voor iets van gebreid bond of hele dikke wollen sokken. Over die thermosokken heen in ieder geval, dus doe die aan. Nou Ronald, je onderpak, dat is voor 200% in orde. Je zou in principe zelfs je spijkerbroek en je vlies aan kunnen doen en heb je het al niet meer koud. Maar ja, je weet het in Nederland, regen. Sneeuw, ijzel, noem het maar op, snijdende wind. En daarvoor hebben we natuurlijk van die fantastische overpakken. Je hebt ze eendelig. Is wat lastig als je een grote boodschap moet doen aan de waterkant. Dus ik zou ook altijd kiezen voor een tweedelige. Er staat op Siberian. Nou, als dat niet klopt. Ik heb Floortje Dessing pas in Siberië gezien. Nou, daar was pas echt koud, dus dit moet hier zeker goed zijn. Doe het aan. En dan zijn we al bijna klaar. Zo, nou, ja, dat was wel een verschilletje met een kwartiertje geleden. Ja, prima pak zit goed, maar de voeten, want ik had het al gezegd, als de voeten koud worden, dan wordt de rest van het lijf ook koud. Belangrijk dat je goed schoeisel. Ja, er zijn natuurlijk een aantal dingen. Je hebt van die top schoenen. Als je natuurlijk ergens hoog en droog staat, dan kan je natuurlijk, ja, die gaan ook geloof ik tot min 40 graden, dit soort schoenen kun je dragen. Maar ja, wij vissers zitten toch vaak wel ergens in de buurt van water, staan al vrij snel. Staan we ergens een stukje in het water, dan zou je eventueel nog dit soort jongens kunnen gebruiken. Dit soort, je kan bijna zeggen dat je daarmee een maanwandeling kan maken. Moonboots zijn natuurlijk ook, maar moonboots zijn bijna nooit waterdicht. Dus, en dan loop je helemaal onaangenaam op. Dit is al niet echt comfortabel om een duinenmars mee te maken. Dus ja, dan kan je toch beter dan zeg maar een beetje voor dit soort type laars kiezen. Deze zijn bondgevoerd. Neem altijd laarzen, lekker een paar maten groter, want je hebt natuurlijk sowieso al twee paar sokken, waarvan één paar extra dikke. Dus zorg als je zeg maar schoenmaat 44 hebt, dat je 45, 46 van laarzen neemt. Ja, trek deze eens aan, dan word je wat dat betreft al steeds meer visklaar. Ja, last but not least, ja, het hoofd koelt altijd vrij snel af, dus daar gaat denk ik sowieso een muts op. En dan heb je natuurlijk weer allerlei soorten, bivakmutsen, maar dat zijn natuurlijk lekker warm. Ja, en een paar handschoenen of wand in dit geval, toch wel speciaal voor vissers gemaakt. Omdat je, zoals je ziet, je vingers er doorheen kan steken, zodat je toch bepaalde handelingen kunt doen. En ze nog een keertje kunt verstoppen in dit puntje. Dus die horen er standaard bij.
Nou ja, het spreekt voor zich natuurlijk dat we dat hebben. En je bent ineens, ik ben het mannetje, 200% verschil met toen je er straks aan de waterkant stond. Nou, wat mij betreft gaan we naar het water toe, want ik zweet er zijn op. Ja, dat geloof ik graag. Nou, prima, ik ga hem ook aankleden, maar ik moet nog even nog een paar tipjes geven. Als die klaar zijn, dan gaan we naar de waterkant en dan kijken we een vis kunnen vangen. Ik ga er wel buiten. Oké, okay, succes. Ja, visvrienden, koukleumen is er niet meer bij. De kleding is perfect die we tegenwoordig hebben. En als je nu zo kijkt als hier, dat is van warmeproducten.nl. Die hebben tegenwoordig zakjes met inhoud. Je haalt ze eruit, je gaat schudden. Het gaat heerlijk gloeien. Je kunt het in je wanten stoppen, in je sokken, in je laarzen, in je zakken van je pak. Perfect, geen koude handen meer. Ja, goede handschoenen. Je kan zelf tegenwoordig zelf zooltjes knippen van het isolatiemateriaal wat we kennen. Wat je om verwarmingsbuizen doet. Houdt perfect de kou buiten. Heb je last van jeuk op je kop vanwege een wollen muts? Doe je lekker vlies op. Heb ik geen last van, maar het gebeurt best wel vaak. Ja, en je moet natuurlijk ook nog eens een keertje zorgen dat de innerlijke mens goed wordt verwarmd. Neem koffie of thee mee. En wil je drinken en eten tegelijk? Uiteraard een lekkere kan met snet. En ja jongens, en als je dan aan de boeren vraagt wat het beste tegen de kou is. Dan zeg je, jong, moet gewoon mijn klompen aandoen. En het is nog waar ook, houten klompen zijn hartstikke warm. Alleen je kan er voor geen meter op lopen. Nou Ed, hartstikke bedankt voor je advies. Ja, graag gedaan joh. Ik heb het nu eerder warm dan koud. Ja, dat was de bedoeling ook. Hè? Ja, daarom. Dus, ja, alleen jammer dat die snoeken helemaal niks doen hier. Hè? Ja, en ik snap het niet, want er zitten er zat. Zitten er zat. Ja, jammer dan. Ja goed, hebben jullie een vraag? Stuur hem naar Ed, oftewel naar het visblad apenstaartje sportvisserijnederland.nl. En misschien kom ik naar jou toe.